heb de eer iemand aan te kondigen die maar liefst een uur voor u gaat spelen. Dus ik hoop dat u goed zit of gaat tijdens dit presentatiekletsje nog even heel snel naar de wc. Haal iets uit de koelkast, want u gaat genieten van een optreden van Meindert Talma. In 1995, in november 1995, exact 25 jaar geleden, debuteerde hij met zijn debuutsingle 20 jaar muzikale fruitmand. En in de jaren die volgden bracht hij 17 albums uit. Hij schreef 4 romans, een dichtbundel en een interviewboek. Zijn laatste plaat, de Domela Passie, was volgens de Volkskrant zijn magnum opus. En, dames en heren, hij gaat dat hele album hier spelen. Hier bij Crossing Border. Op deze iets wat vreemde editie. Geen publiek. U zit lekker thuis. Maar dan zit u wel allemaal op de allereerste rij. Ik hoop dat u een mooi concert tegemoet gaat. Vanuit al die woonkamers een heel erg groot applaus voor Meindert Talma. Vorig jaar was het een eeuw geleden dat Domela Nieuwenhuis, uw verlosser, werd gestorven. Mag even opnieuw, sorry. Ging even fout. Ja. Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat Domela Nieuwenhuis, uw verlosser, stierf. En daarom heb ik de Domela Passie gemaakt over het leven en werken van Domela Nieuwenhuis. Die werd geboren in 1846 in Amsterdam in een Luthers predikantengezin. Zijn vader en grootvader waren Luthers dominee en Domela was al snel bekend met de vreze des Heren. Vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Deze vermaning klonk geregeld in ons huis. Om het hoofd mijns vaders was een aureool. Hij was mijn grote voorbeeld. Hij was mijn idool. Vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. De vreze des als mijn vader en grootvader werd ik predikant. Maar de twijfel aan de Bijbelwonderen kregen steeds meer de overhand. Als men de dingen ernstig opneemt, en dat deed ik van jongs aan, breek je niet makkelijk met de grondbeginselen van je bestaan. Vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Thank you.
voor twijfel tot kennis, deed mijn vader veel verdriet, maakte in zijn ogen stennis, wilde niet meer als vader worden, alleen Jezus was mijn voorbeeld. Hij was een voorbeeldig mens, ik wilde doen en zijn als hem. Het was een tijd van naamloos lijden, soms werd het leven mij te zwaar. Maar mijn geloof aan God was nog steeds onwrikbaar. Vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. De vreze des Heren is het beginsel der. Domela werd Luthers predikant in achtereenvolgens Harlingen, Den Haag en Beverwijk. En in zijn intrederede in Beverwijk sprak hij de woorden uit van zijn filosofie: wees altijd een mens van overtuiging. Het beste dat een mens in zijn leven bezit, is zijn overtuiging. Als hij een andere overtuiging bezit dan wij, kan men hem dat nooit ten kwade duiden. Wel dat hij geen overtuiging heeft, wees altijd een mens van overtuiging. Wees altijd een mens van overtuiging. Mens van overtuiging. Als predikant raakte Domela snel bekend met de grote armoede en rechteloosheid waar de bevolking voor een groot deel aan leed. En hij besloot zijn leven niet meer te wijden aan de kerk, maar aan het verbeteren van de omstandigheden van die arme sloepers en arbeiders. Maar verloor daarbij nooit zijn geloof in Jezus. Toen ik twee echtgenotes in het kraambed verloor, werd het leed te groot en kwam er een einde aan mijn Gods geloof. De kerk was te eng en bekrompen,
stond tegenover de humaniteit. Terwijl bij Jezus de mens ging boven stand, ras en nationaliteit. Met mijn geloof verloor ik ook mijn status, mijn inkomen en mijn betrekking. Toch was het afscheid van de kerk voor mij ook een bevrijding. Ik nam afscheid van de kerk, maar nooit week ik af van Jezus. Jezus was mijn voorbeeld, soberheid, belangeloosheid. Jezus, oh Jezus, Jezus, oh Jezus, Jezus, oh Jezus. Meer en meer hield ik mij bezig met de belangen der medemensen. Want heeft men eenmaal het hiernamaals geheel losgelaten, dan blijft niet anders over dan de aarde te maken tot een hemel. Voordat ik het wist, stond ik midden in de arbeidersbeweging. Het verlossingswerk was verplaatst naar de aarde. Was nu de socialistische geest die door mij waaide. Ik nam afscheid van de kerk, maar nooit week ik af van Jezus. Jezus bleef mijn voorbeeld, soberheid, belangeloosheid. Mededogen met de armen, die hij zijn broeders noemde. Jezus was een volmaakt socialist. Mijn toekomst was beslist. Domela was een gesloten man die slechts sporadisch tot vertrouwensrelaties in staat was. Deug niet voor gezelschap en conversatie. Ik behoor niet eenmaal niet tot die mensen die zich spoedig geven. Ik heb iets hoekigs, iets ontplooibaars in mijn karakter. Ik deug niet voor gezelschap en conversatie. Ik behoor niet eenmaal niet tot die mensen
die zich spoedig geven. Ik heb iets hoekigs, iets ontplooibaars in mijn karakter. In 1979 begon Domela zijn eigen tijdschrift Recht voor Allen. Tirannen maken geen slaven, nee, slaven maken tirannen. Is het volk niet kruiperig en slaafs, dan is er voor tirannie geen plaats. Het licht is vrij, de lucht is vrij, en dat het ook de aarde zij. Daar moeten wij naar streven, alleen wie de vrijheid van anderen lief heeft, mag die zelf beleven. Vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen. Vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen. Lees ons blad, lees over het algemeen kiesrecht, de 8-urige werkdag. Lees ons blad over de afschaffing van de kinderarbeid. Lees ons blad over de nieuwe mens, de vegetarische, niet drinkende mens. Lees ons blad over de antimilitaristische mens. Vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen. Recht voor allen, vrijheid voor allen. Recht voor allen, op mannen op vrouwen op, die nimmer rust. Op vrouwen op mannen op, en wees uw kracht bewust. Op mannen op vrouwen op, gaan ze dra, de weg staat stil. Op mannen op vrouwen op, zo uw krachtige armen wil. Vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen, vrijheid voor allen, recht voor allen. Trok het land in om lezingen te geven over het sociale vraagstuk en had het daarbij vaak over de 5 K's. We moeten strijden, heel hard strijden, tegen de tirannie van de 5 K's. De kerk, de koning, de kazerne, de kroeg en het
kapitaal. We moeten strijden, heel hard strijden, tegen de tirannie van de 5K's. De kerk, de koning, de kazerne, de kroeg en het kapitaal. We moeten strijden, heel hard strijden, tegen de tirannie van de 5K's. Tegen de 5K's. De kerk, de koning, de kazerne, de kroeg en het kapitaal. We moeten strijden, heel hard strijden, tegen de tirannie van de 5K's. Tegen de 5K's. De kerk, de koning, de kazerne, de kroeg en het kapitaal. We moeten strijden, heel hard strijden, tegen de tirannie van de 5K's. Tegen de 5K's. De kerk, de koning, de kazerne, de kroeg en het kapitaal. Dag in, dag uit was Domela op pad om het socialisme te evangeliseren en zijn populariteit werd groter en groter. Uit beginsel reist hij steeds op de houten banken van de derde klasse der spoorwegen. Hierna verder met de hondenkar. Voordat het doel bereikt is, een vergaderzaal, demonstratie, staking of een vriendenwoning, wacht hem een opgehitste volksmenigte. Stenen en vuil vliegen langs zijn hoofd. Scheldwoorden striemen hem het gelaat. Beledigingen worden hem in het gezicht gespuwd. Met moeite houden de politie en de aanhangers hem uit de handen der massa. Bloed druppelt langs zijn kleren. Geen blik uit zijn oog, geen woord van zijn mond, geen gebaar van zijn hand verraadt wat er in hem omgaat. Zijn begeleiders vechten met zijn belagers. Hij stapt voort naar zijn doel. Vrees schijnt hij niet te kennen. En daar verschijnt hij. En uit duizenden kelen klinkt het, eindeloos. Eén gejuich. Eén groep van heil en van verering. Laat hij maar op dat ogenblik het leven vragen. Duizenden geven het. Treden, zonder dat zijn gelaat ook maar één spoor van emotie toont. Hij spreekt de massa toe en zegt haar dat de hulde niet hem betreft, doch het sociale beginsel waarvan hij de drager is. Zijn hoge en slanke gestalte geeft een indruk van zachtheid en kracht tegelijk. Dit is een man die nooit een kind een klap of een hond een trap zal geven. Dit is een man die nooit het hoofd zal buigen voor enige bedreiging of een stap sneller zal lopen voor enig gevaar. Hij heeft het voorkomen van een apostel. Zijn Jezuskop steekt boven elke massa uit. Zit hij op een tribune tussen 100 anderen, hij is het die de blikken tot zich trekt. Ieder voelt en ziet in hem de leider, de aanvoerder. Zijn stem blijft zacht, ook bij de grootste uiteenzetting. Maar staat dat in elke hoek van de grootste zaal verstaanbaar. Zijn ogen staren soms in extase.
terwijl zijn mond woorden spreekt, die als een blijde boodschap klinken van een nieuwe wereld. Armen verheffen zich in sober gebaar, nu eens dreigend, dan zegenend, dan aanbiddend. Iedereen hangt aan zijn lippen, de verlossing die men verwacht en verlangt, worden inherent aan Domela. Niemand zal uitkomst brengen in uw ellende, gij moet uw eigen verlosser zijn. Door vereniging zult gij in macht worden, wat tegen anderen niet op kunnen, en dan zult gij krijgen brood, recht, geluk en vrijheid voor allen. De gehele avond blijft hij in hun midden, bloemen worden hem aangeboden, toespraken getuigen van een mateloze vergoding, doch in zijn ogen glinstert geen vonk van trots of van voldoening. Niets, niets! Hij overnacht bij de arbeiders in hun krotten, desnoods bij hen in hetzelfde bed. Hij is voor hun de sociale dominee, met de blijde boodschap van een betere wereld. Zij geloven in hem. Hij is hun heilige. Tijdens zijn hoogtijdagen ook de meest gehate man van Nederland. Zo geliefd ik was bij mijn medestanders, zo gehaat werd ik door mijn vijanden. Werd voortdurend bedreigd in brieven, heel veel mensen wensten mij dood. Ze zagen in mij de grootste opruier van het weldenkend Nederlandse volk. Ik was een landverrader, godverzaker, rustverstoorder, mensenmoorder. Landverrader, godverzaker,
Christverstoorder, mensenmoorder, laffe ellendeling, schuftige vampier, gluiperige bloedhond, verlopen predikant, landverrader. Wie is een sluipmoordenaar, een laffe ellendeling? Jij schuftige vampier, gluiperige bloedhond, kom meer naar hier. Jouw einde zal ellendig met de voorbeeld van je satellieten en verder ongedierte zijn. Ze moesten je maar opknopen aan jouw vieze, vuile onrustverstoorder. Je komt toch niet verder dan 300 mannen, vrouwen en kinderen. De regering spuugt tegen je. En wij ook hoor. Je bent een stinkende jakkepoes. Leve de koning. Weg met de sociale. De hand die deze regels schrijft. Zal over 2 weken het bloed opvloeien. Van Domela Nieuwenhuis. Verlopen predikant. Was Domela's politieke leven zeer hectisch. Zijn persoonlijke leven was nog veel dramatischer. Hij moest tijdens zijn leven 4 kinderen begraven. En verloor in het kraambed 3 echtgenotes, allen Johanna geheten. Verliefd op Johanna en zij op mij. Van haar was mijn hart vol en liep mijn mond over. Ze was charmant van goede huizen. Niemand was er grappiger, niemand was er liever, niemand was er mooier. Ze was ook handig, ze verraste mij met een zelfgemaakt muziekkastje. Dat mooi zou staan bij de piano. Harlingen was de beste tijd van ons leven. De geboorte van onze eerste zoon. We waren een onafscheidelijk trio. In Beverwijk beviel Johanna van ons tweede kind. Theodor gaven van God. 9 dagen later was Johanna dood. De Heere geeft en neemt ook een vrouw vol levenskracht. 6 dagen voor haar 25ste verjaardag. De rest van mijn leven heb ik nooit over Johanna kunnen spreken, zonder dat de tranen mij in de ogen sprongen. Een wond die de tijd niet heelde. Tot het eind van mijn dagen stond haar foto op mijn bureau. Ik bleef mijn hele leven met haar verbonden. Een nieuwe Johanna kwam in mijn leven. Ik werd weer verliefd. Maar het lot wilde ook dat de tweede Johanna in het kraambed stierf. 2,5 jaar later, na de dood van Johanna II, trouwde ik met mijn huishoudster, die ook Johanna heette. Een week na de bevalling van onze zoon Karel stierf zij. Ik voelde mij als Job. Het noodlot achtervolgde mij. 7 jaar later trouwde ik met een vrouw die ook weer Johanna heette. Ze was 17 jaar jonger dan ik.
tot aan mijn dood stond ze aan mijn zij. Zang Gerda Roorda uit Damwoude. Op de vleugel Herman Grimme. Op de cello Mirte Boshart. En op de viool Hetta Salcolati. Na de dood van Johanna II schreef Domela een brief aan zijn broer Adriaan, waarin hij schreef: een leven met liefde, dat is leven. Een leven zonder liefde, dat is de dood. Leven is lieven. Een leven met liefde, dat is leven. Leven zonder liefde is de dood. Een leven met liefde, dat is leven. Een leven zonder liefde is de dood. Leven is leven, leven is leven. Leven is leven, leven is leven. Is leven. In januari 1887 moest Domela een jaar lang de Utrechtse gevangenis in, wegens zogenaamde majesteitsschennis. En vlak voordat hij de gevangenis inging, had hij nog een laatste samenkomst met zijn volgelingen, waarin hij de woorden citeerde uit het gedicht Kruispook van zijn goede vriend Multatuli. Een stuk over de koning en recht voor allen heeft hem doen vallen. Zogenaamde majesteitsschennis, maar niet hij veroorzaakte deze stennis. Iemand anders had het geschreven, hij neemt wel de verantwoording. Een jaar in de cel, overleeft hij dit wel? In een volgepakt volkspark spreekt hij een afscheidsgroet. Komt mee, komt mee. Daar wordt een man gekruist.
daar is iets schoons te zien. Op Golgotha, elke hervormer heeft zulken via dolorosa. Als een misdadiger hebben ze hem in een versleten boevenpak gestoken. Zijn lange haar en volle baard afgeschoren. De Christus-symbolen zijn hem ontnomen. Brieven komen elke dag uit het hele land, door de censor verscheurd met vaste hand. Komt mee, komt mee, daar wordt een man gekruist. Daar is iets schoons te zien. Op Golgotha, elke hervormer heeft zulken via dolorosa. Groetval ging de keel dicht. Het is de stang, de kou, het aasgrauwe licht. Het is het gore, niet vegetarische voedsel dat hem ziek maakt. Slap en koortsig, domela. Vermagerd zien de ogen, hij mag niet verslappen. Hij moet in het aardse paradijs blijven geloven. Komt mee, komt mee. Daar wordt een man gekruist. Daar is iets schoons te zien. Op Golgotha, elke hervormer heeft zulken via dolorosa.
Na zijn vrijlating wonnen de socialisten aan zelfvertrouwen en aan invloed en werd Domela als eerste socialist ooit verkozen in de Tweede Kamer te Den Haag. Door de Friezen in Schoteland, gekozen als Kamerlid, was ik voortdurend in strijd met mezelf. Ik kan er beter spreken tegen de bomen in het bos en tegen mensen die niet horen wilden. Als enige socialist was ik een genegeerd Kamerlid. 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 Teleurgesteld wendde Domela zich af van de parlementaire democratie en werd anarchist. Was niet in de wieg gelegd voor politiek leider, omdat mijn karakter mij niet toeliet om telke malen nadat de omstandigheden het voortschrijven te knoeien en te konkelen. Al ging ik dan ook onder als politiek leider, ik bleef gespaard als mens en dat staat nog steeds hoger bij mij. De anarchist is de baanbreker en padvinder in de bossen van vooroordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. Socialisme waarborgt hoogstens dat de mens geen honger en gebrek zal lijden, maar maakt de mens niet geestelijk vrij, daar hij gebukt kan blijven onder het gezag, in welke vorm ook. Daarom brood en vrijheid, dat moet de leuze zijn. En dat is het anarchisme. De anarchist is de baanbreker, een padvinder in de bossen van vooroordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. Had mij losgemaakt van de kerk en de staat, dat zijn de grootste hinderpalen op de weg van de vooruitgang. Als anarchist was ik vrij en daardoor ook gelukkig. Ik was nu mezelf en blij dat ik verlost was van dat knellend gevoel van de laatste jaren. Want al had ik meegedaan, ik deed het toch niet van harte. De anarchist is de baanbreker, een padvinder in de bossen van vooroordelen en domheden. De anarchist
is de baanbreker. De anarchist is de baanbreker. En padvinder in de bossen van vooroordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. Domela bleef zijn hele leven een hopeloze workaholic die nerveus werd als hij niets te doen had. Heb dus alles zelf doorgemaakt en behalve honger en gebrek alles ondervonden. Wat een arm mensenhart ondervinden kan, wat een arm mensenhart ondervinden kan. Mijn slotsom van het leven, zelfs in de treurigste omstandigheden, is in de arbeid alles te vinden, wat een mens behoeft tot troost. Slotsom van het leven, zelfs in de treurigste omstandigheden, is in de arbeid alles te vinden, wat een mens behoeft tot troost. Op 18 november 1919 overleed Domela op 71-jarige leeftijd te Hilversum. Zag Nederland zo'n grote rouwstoet, havenarbeiders dragen de kist. Tienduizenden mensen staan treurend langs de kant. Huilende moeders stelen hun kinderen op om hun dit nooit te doen vergeten. Agenten brengen onwillekeurig het saluutteken. Graven in het hart van het proletariaat. Graven in het hart een grote leidsman, beste kameraad. Onder de grijze novemberhemel, een rode zee van vlaggen en banieren. Deze plechtigheid in Amsterdam lijkt op een grote demonstratie. Deze spontane opkomst voor Domela van geestverwanten, sociaaldemocraten, antimilitaristen en anarchisten is zonder weerga. Graven in het hart van het proletariaat. Graven in het hart een grote leidsman, beste kameraad.
begraven in het hart van het proletariaat. Begraven in het hart, een grote leidsman, beste kameraad. In het crematorium speelt het orgel Beethoven. Hierna zingt schoonmaker Leenders over het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Begraven in het hart van het proletariaat. Begraven in het hart, een grote leidsman, een beste kameraad. Begraven in het hart van het proletariaat. Begraven in het hart, een grote leidsman, beste kameraad. Begraven in het hart van het proletariaat. Begraven in het hart, een grote leidsman, beste kameraad. Vele aanhangers van Domela bezaten tijdens en na zijn leven een foto van Domela, die een soort heiligenbeelden werden voor de ongelovigen. Als een rots in de branding, weerkaatsend het licht van de komende dag, Domela, Domela. Zijn portret stond tussen de familiefoto's, omdat iedereen van ons in Domela de verlosser zag. Als hij voor de fotograaf poseerde, wist hij dat het portret aan enkelen steun zou kunnen geven. Een pauze in een zorgelijk bestaan. Vleierijen maakten Domela altijd verlegen, maar de liefde van het volk had hij altijd nodig om voort te kunnen blijven gaan. Domela, 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 Domela. Familiefoto's, omdat iedereen van ons in Domela de verlosser zag. Als hij voor de fotograaf poseerde,
wist hij dat het portret aan enkele steun zou kunnen geven. Pauze in een zorgelijk bestaan. Vleierijen maakt een dommelaar altijd verlegen, maar de liefde van het volk had hij altijd nodig om voort te kunnen blijven gaan.